volgende krans wordt gelegd door Stichting Herdenking Parachutisten Drenthe. De volgende krans is van de familie Hovenkamp. Dit is de familie die hier al woonde en nog steeds hier woont op deze grond. De volgende krans wordt gelegd door de Heemkundevereniging van de gemeente Wevelgem in België, waar Paul begraven is. Namens hem Lothar van Overbeek, oud-parachutist. De volgende krans wordt gelegd door de First Elliot Airborne Army Command. Nu vraag ik de kinderen van groep 8 van basisschool de schuilingsoord voor het leggen voor de witte anjers, wat in Nederland staat voor de veteranen. Zoals de puppies voor de Engelsen hebben wij de witte anjer. Ik zou graag de scouts hierheen willen hebben voor het bemannen van de vlaggen. Ik ga u zometeen vragen voor een minuutje stilte, waarna de volksliederen van Frankrijk en Nederland gespeeld worden. Zou je allemaal willen staan?
Vandaag bij het onthullen van dit monument. Ik wil u allen hartelijk bedanken. Hierna komt er als het goed is een poppie erop. Dit is een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog die speciaal voor de parachutisten een flyby maakt over dit terrein. U mag, u wordt dismissed. Ja. De heer Allard van Wering wil graag het woord. Allard van Wering, zijn vader, was commandant van verzet in de oorlog hier in Zuid-Laren. Zijn vader heeft ook een van de parachutisten, 30, die in Zuid-Laren geland zijn, onderdak geboden, die gewond is neergestort. En aan hem geef ik graag het woord. Merci. Ik wil graag heel even iets anders zeggen. Wij maken 3 dagen mee van geweldig veel herinnering. Zulke dagen kunnen alleen maar worden georganiseerd omdat heel veel mensen zich inzetten. Die kunnen we niet allemaal noemen. Maar ik denk toch dat het goed is om op dit moment toch 1 naam te noemen. En dat is de naam van Dennis Meijering, die hier naast mij staat. Die ontzettend zich heeft ingezet voor deze gebeurtenis. Dennis, je te remercie beaucoup. Au nom de famille de la France et de la Belgique pour tout ce que tu as fait. Merci bien. Wij willen jou allemaal heel hartelijk bedanken. En in jou eren wij alle mensen die deze geweldige gebeurtenis hebben mogelijk gemaakt. Dank je wel. Dank je wel. Er worden nu nog wat poppies gedropt als teken voor de geallieerden en de veteranen. Wij gaan nu over tot de mock battle en die gaat zich hier afspelen. In de mock battle wordt het verhaal verteld en nagespeeld wat er in op deze dag in 9 april 1945 heeft afgespeeld.